Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Update, het programma over bedrijven en ondernemers. Met vandaag weer een aantal bekende onderdelen. Niet de zaken, Zef, dat doen we de volgende keer weer, maar we zijn met onze camera geweest bij de Creatiefste Ondernemer Award 2012 van MKB Zevenaar. Daar gaan we straks naar kijken. We praten wel weer over innovatie, samen met Martin Storf van het Achterhoekcentrum voor Technologie. En we hebben de business agenda. Wat is er de komende tijd te doen op zakengebied? En dan hebben we ook nog tot slot de adviestip van Bonze en Reurling, accountants en belastingadviseurs. We hebben ook een gast in de studio, zoals altijd. Dat is Robert Wassink. Hij is directeur-eigenaar van Megapret, een heel leuk bedrijf in Lievelde. Daar gaan we zo over hebben, want het is een bijzonder bedrijf. Robert, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ja. Fijn dat jij er wilt zijn. Ja. Maar jij hebt een bijzonder bedrijf, hè? Megapret. Jullie hebben ooit een keer een agrarisch bedrijf gehad en een keer een stap gemaakt om te gaan naar, laten we maar zeggen, een soort speelparadijs voor kinderen. Correct. Hoe is dat ooit gegaan? Het is inmiddels al 13 jaar geleden dat wij die eerste stap gezet hebben. Binnenpret is eigenlijk de eerste opzet van ons bedrijf. Er was een binnenspeelparadijs. Toen wij dat begonnen te ontwikkelen, zeg maar, zijn we 3 jaar bezig geweest met de vergunning. Dus we bestaan inmiddels 10 jaar. Ja. Gaandeweg hebben wij het uitgebreid richting Megapret. Oké, okay. Maar nou eventjes terug naar dat begin, 10 jaar geleden. Hè? Ja. Want dan is het een agrarisch bedrijf. Ja. Hoe kom je dan op een gegeven moment op het idee van, jongens, gaan we met het agrarisch bedrijf door of gaan we iets anders doen? Hoe is dat ontstaan? Ja, dat idee is eigenlijk ontstaan omdat wij een doorsnee Achterhoeks bedrijf hadden. Een gemengd bedrijf, rundvee en vleesvarkens. En 2 takken die eigenlijk voor de toekomst alle 2 te klein waren. Ja. Dus wij zagen eigenlijk een klein beetje de problemen in de landbouw op ons afkomen. Ja. Wie is wij? Wij is mijn vrouw en ik. Okay. Dat is, wij doen dat samen. Ja, het is op dat moment ben je eigenlijk aan het zoeken van wat gaan wij, zeg maar, richting de toekomst met ons bedrijf doen. Gaan wij er wat naast doen of gaan wij toch specialiseren in zeg maar, of rundvee of de varkenshouderij. Ja, en dan moet je ook weer flink uitbreiden. Ja, dat klopt. Er staan behoorlijke investeringen tegenover. En als investeren niet zo erg, maar je moet wel een duidelijke keus maken wat je, zeg maar, wat je wil gaan doen en waar ook je hart en je gevoel ligt. En op dat moment kwamen wij elders in het land, zeg maar, toevallig bij een speelparadijs zoals we dat dan nu eigenlijk zelf hebben. Ja, jullie waren op zoek naar iets anders. Ja, wij hadden dit eigenlijk helemaal niet in gedachten. Maar toen wij daar, zeg maar, op die plek kwamen, toen was bij ons beiden hetzelfde idee van dit gaan wij doen. Ja. Alleen het idee is wel geboren, maar dan ben je er natuurlijk nog lang niet. En, ja. Dan is er nog een heel traject te gaan. Dus, ja. En hoe ging dat traject? Want je had het al over vergunningen. Ja, nou, het was een periode dat, zeg maar, plattelandsvernieuwing, dat stond hoog in het vaandel bij de bestuurders. En alleen niemand wist welke regelgeving daar precies aan hing. En het was allemaal nog heel nieuw en stond helemaal in de kinderschoen. En wij waren wat dat betreft eigenlijk een aantal enthousiaste mensen waarvan de bestuurders dachten, nee, die hebben een leuk idee, maar dan moeten we kijken hoe het, zeg maar, in de juiste vorm gegooid kan worden. Yeah. En de gemeente, zeg maar, die wou op zich wel redelijk meedenken. Dus, dat was de gemeente Oost-Gelre? Dat was de gemeente, toen nog gemeente Lichtenvoorde. Okay. Toen de tijd nog, nu is het inmiddels Oost-Gelre. Die waren op zich met het eerste idee waren ze redelijk positief. Alleen bij de provincie, zeg maar, daar houden we de afdeling landelijk gebied en ruimtelijke ordening. Landelijk gebied wou wel meedenken en ruimtelijke ordening wou op dat moment eigenlijk helemaal niet meedenken. Gewoon omdat de regelgeving, ja, die was zo star en stug, zeg maar, er was bijna niks mogelijk naast het agrarische wat wij nu of op dat moment hadden. Hebben jullie dan eigenlijk een beetje de weg geplaveid voor andere agrarische bedrijven als het gaat om die wetgeving en medewerking? Dat denk ik wel een beetje. Je bent je op dat moment dat niet bewust, maar ook, zeg maar, in het gebied waar wij in zitten, daar is een speciale nota toen voor herschreven om, zeg maar, ons bedrijf om dat mogelijk te maken qua ruimtelijke ordening. Mm-hmm. En aan de hand van die nota, zeg maar, zijn bedrijven in de buurt hebben ook weer mogelijkheden gekregen om daar ook wat mee te doen. Ja. En je ziet, zeg maar, om ons heen behoorlijk wat agrarische ondernemingen die toch, zeg maar, veranderd zijn naar wat anders. Dus, ja. Nou ken ik je bedrijf. Ja. Niet helemaal toevallig, want ik heb ook 2 kinderen. Dus we zijn een aantal keren geweest. Maar voor diegene die nu kijkt, ondernemer is en misschien nog nooit is geweest, vertel eventjes hoe het bedrijf eruit ziet. Wat doen jullie? Nou, wat doen wij? Wij zijn eigenlijk een familie speelpark of pretpark. Pretpark is een beetje een hoog woord, maar speelpark noem ik het liever. Dat erop gericht is om, zeg maar, met name de kinderen
van 0 tot en met 12 jaar op de juiste manier bezig te houden en dat ook bij elk weertype. Wij hebben een veelzijdig park wat dat betreft, want je ziet heel veel binnenspeeltuin. Wat wij hebben is zeg maar binnen en buiten en daarnaast nog een uitbreiding met zeg maar golfpret, waterpret. Dus dat we toch dat is het buitengedeelte zeg maar. Dat is later ook bijgekomen. Ja, dat is later bijgekomen. De reden dat dat erbij gekomen is, is dat dat is eigenlijk vrij eenvoudig. We hebben in Nederland alle soorten weer, van slecht weer tot goed weer. En bij slecht weer was het altijd druk bij ons en als de zon maar even tevoorschijn kwam, dan viel het helemaal door. Ja. Je hebt wel je personeel in alles te lopen, dus je moet op dat moment toch zoeken naar zeg maar, de juiste insteek om ja, ook met dat goede weer zeg maar, toch je klanten zeg maar, ja, binnen de deur te krijgen. Maar goed, en het seizoen herfst, winter, vroege voorjaar is toch altijd slecht weer. Dus dan is het wel fijn in Nederland dat je ook ergens naartoe kunt gaan waar je indoor zit. Ja. Wat ik zo leuk vind is bij jullie, het is niet alleen spelen, het is ook dansen. Want ik zie de kinderen en ouders ook dansen op K3 en noem maar op. Ja, dus hebben jullie dat zelf verzonnen? Nou, wij hebben dat niet helemaal zelf verzonnen. Wel de manier van zeg maar dat disco draaien. Het is niet alleen maar gewoon disco draaien. Wat wij doen is inderdaad met kinderen en ook met nummers erbij. Je ziet dat ook op campings wel gebeuren. Maar wij dus met de kinderen gewoon proberen om echt wat leuke dansen te doen. Ja. Maar we zijn begonnen in de tijd met de bekende kabouter plopdans, denk ik. Jarenlang heb ik daar zelf heel actief aan deelgenomen. Intussen, op geen enkel bruiloft kan ik dat nummer zo langzamerhand nog horen. Okay. Robert, hou hem nog even vast. Want we moeten naar ons volgende onderdeel. Robert Wassing van Megapret Lievelde hier aan tafel. Maar we zijn ook met de camera geweest naar de creatiefste ondernemer 2012. We waren bij MKB Zevenaar. Welkom vanavond, dames en heren, allemaal op deze fantastische avond georganiseerd door het MKB Zevenaar. Waarbij dus vanavond de grote prijs uitgereikt gaat worden aan de creatiefste ondernemer van Zevenaar. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het MKB ook twee bedrijven heeft genomineerd voor de aanmoedigingsprijs. En die is gewonnen door Kevin van den Berg. De jury is met name van mening dat Kevin van den Berg verder aangemoedigd mag worden om een klein stukje van zijn bescheidenheid te laten varen en heel Zevenaar te laten genieten van hetgeen hij heeft gepresteerd. Kevin, hartelijk gefeliciteerd met de nominatie met de aanmoedigingsprijs Meest Creatieve Ondernemer van Zevenaar. Als een van de weinige molenaars in Nederland weet Jan Pijnappel zijn bedrijf op een zeer succesvolle wijze te exporteren. Behoud van een uniek monument, ambachtelijk vakmanschap, persoonlijke aandacht voor medewerkers en omgeving en een winstgevende exploitatie gaan bij Jan en Harriet Pijnappel hand in hand. Nuchter, lef, oog voor detail, pragmatisch en een snelle volger. Dat zijn de kenmerken die Aalt Schouten als ondernemer typeer. Albert en Nicole Schoenmaker zijn twee zeer gedreven ondernemers met opvallend veel plezier in hun werk. Hun prachtig bedrijf is een begrip geworden in Zevenaar en omstreken. Ondanks de vele prijzen die Axel Jansen de afgelopen jaren al heeft mogen ontvangen, is hij nog geen spatje minder bevlogen als ondernemer. Hij weet als geen ander dat stilstand synoniem is voor achteruitgang. En Jazo loopt dan ook voorop in haar branche. Wie wordt de grote winnaar?
2012 van de creatiefste ondernemer MKB Zevenaar. Grutterij Molen de Hoop. Grutterij Molen de Hoop. Gefeliciteerd. Vanavond heeft de jury besloten dat Jan en Jet Pijnappel van Grutterij Molen de Hoop de meest creatieve was van de genomineerden van dit jaar. Ja. Super trots. Super trots, ja. En ook super trots op ons personeel. Absoluut. Nee, terechte winnaar. We hebben echt een terechte winnaar. Ja. Ja, echt absoluut. Absoluut, ja. En om genomineerd te worden is al zo'n grote eer. Dat is al zo geweldig. Dat is... Ja, dat is wat je gasten dus van je vinden. Nou, ik vind het eigenlijk niet zo heel erg jammer. Ik vind het juist leuk dat je de erkenning krijgt door genomineerd te worden. En ja, wij gunnen het de hoop, die prijs ook. Dus ja, ik vind het niet zo heel jammer, moet ik zeggen. De winnaar van vanavond, een bedrijf met dit soort wortels in Zevenaar, met zo'n oude geschiedenis en in een moeilijke branche met allerlei nieuwe dingen de kop boven water houden, volkomen terecht de winnaar. Ik ben ook echt blij voor ze en ik vind het fantastisch. Creatiefste ondernemer award 2012. Gewonnen dus door Grutterij De Hoop. De Molen is dat in Oud-Zevenaar. Nou, hartstikke gefeliciteerd namens alle ondernemers in de Achterhoek en Liemers. Wij gaan naar de innovatie. En dat doen we samen met de directeur van het Achterhoek Centrum voor Technologie, Martin Stor. Ja, Twan, als je wil vernieuwen is het natuurlijk enorm belangrijk dat je weet waar je naartoe wilt met z'n allen. En ik was deze week op bezoek bij ProBroed en Sloot. Grote broederij in de Achterhoek. En Hans van Vleuten, de directeur, die heeft dat enorm goed in de gaten. En ja, er werken in zijn bedrijf wel meer dan 100 man. En hoe kun je nou met z'n allen komen tot een goede toekomstvisie? Natuurlijk kun je dan de SWOT gebruiken. Maar ja, bij de SWOT, de bedrijfskundigen en ondernemers ons weten het allemaal wel, dan zit je de helft van de tijd over negatieve dingen te praten. Namelijk de zwaktes van je bedrijf en de bedreigingen. En hij heeft het anders gedaan. Hij heeft Ronald van Domburg gevraagd. En Ronald van Domburg heeft een andere aanpak. Hij heeft gezegd, we gaan met z'n allen in een soort World Café zitten. Nou, wat dat is. Dus je gaat met z'n allen in kleine groepjes om tafel zitten. En je gaat een verhaal vertellen. Hoe ziet het bedrijf er in 2020 uit? Vervolgens ga je waarderend onderzoek doen. En waarderend onderzoek betekent kijken waar ben je goed in. En wat zijn de kansen? En wat hebben we vroeger goed gedaan? Wat kunnen we blijkbaar goed? En vanuit die positieve energie kijken hoe je dat toekomstbeeld vorm kunt geven en ook vervolgens hoe je dat kunt bereiken. Nou, ik heb van Hans gehoord, en ik geloof dat, want ik heb het zelf ook wel eens een keer meegemaakt, dat die aanpak werkt. Dan krijg je het echt voor elkaar om met z'n allen dat toekomstbeeld scherp te krijgen en daar ook positieve energie in te krijgen met z'n allen. Nou, dat is natuurlijk het beginpunt van een succesvolle vernieuwing in je bedrijf. Als je daar meer over wilt lezen, op mijn site staat een linkje naar managementsite.nl. En daar staat het veel mooier beschreven als dat ik nu zo even kort uit de doeken kan doen. Natuurlijk heb ik ook weer een speldje geprikt. Nou, ik heb het niet gedaan, maar Kees de Jong van de Han. Want we waren samen op bezoek bij Erik Prangen. En Erik Prangen, dat is een bedrijf, een high-tech bedrijf, wat montage doet van hele kleine onderdeeltjes. Mechatronica noemen ze het wel eens. En die heeft ook jonge mensen in dienst. Ook mensen van de middelbare school. Onder andere Inu. En samen met Inu heeft hij een plan opgevat. Hij zei, ja, vroeger in de Achterhoek was het eigenlijk heel normaal dat je allerlei klusjes voor elkaar deed. En tegenwoordig is dat toch lastiger. Allerlei regelgeving en dingetjes en juridische dingen. Hij zei, weet je wat, ik wil er eigenlijk terug naar hoe we dat vroeger deden. Ik maak een stichting, of ik, samen met Inu gaat hij dat doen. Ik maak een stichting waarmee het mogelijk wordt om jonge mensen klussen te laten doen op vrijwilligersbasis voor de buren. Het moderne naburschap. Nou, ik vond het zo goed passen in de Achterhoek 2020 doelstellingen dat ik Erik en Inu daarmee ga helpen. En onder andere door het hier te vertellen. Wil je er meer over lezen? Kijk op mijn website www.act-nu.nl. En ook de volgende keer praat Martin Stor weer over innovatie in de Achterhoek. Aan tafel nog steeds Robert Wassink, directeur van Megapret in Lievelde. Jullie waren trouwens over nominaties gesproken, toch ook genomineerd? Ja, dat klopt. Voor welke prijs? Wij zijn genomineerd voor de prijs voor de Tournet Award, het leukste dagje uit. Ja. Eigenlijk is dat een ja, vrij uniek, want over het algemeen zijn dat grotere pretparken en dat soort dingen die zeg maar voor zo'n nominatie in aanmerking komen. Ja, hoe kwamen ze bij jullie dan?
Je kunt je eigen park opgeven. Het kan ook zijn dat anderen je opgeven. Ja. De meeste parken die geven zichzelf wel op. Ja. Dus er zijn heel veel opgaves. En daaruit maakt een jury maakt daaruit een selectie. Ja. En uit die selectie zeg maar, wordt dus ook op een gegeven moment weer een winnaar gehaald. En wij zijn dit jaar helaas niet gewonnen. Maar, wie is de winnaar geworden? De winnaar is Guia Zoo. Dat is een dierentuin in, ik dacht, Alkmaar. Ik weet niet eens, ja, volgens mij Alkmaar. Oké. Okay. Ja. Nou, ook hartstikke mooi. Ja, dus zeker. Als je daarvan verliest, is niet heel erg. Nee hoor. Ik denk dat de nominatie al heel bijzonder is. Ja, de nominatie was voor ons echt een opsteker. Met name ook omdat het, als je wordt genomineerd, geeft het toch wel een klein, geeft het toch wel een stukje blijk van de waardering die men voor jouw park heeft. Ja. Op het gebied van kwaliteit in verhouding tot prijs, dat soort zaken. Denk dat, en ook het innovatieve zeg maar, van het geheel. Je hebt veel dingen die overal hetzelfde zijn. Ja. Wij proberen ons wat dat betreft toch altijd een beetje in de markt, in onze markt zeg maar. Te onderscheiden? Ja, te onderscheiden. En, okay. En toch dingen weer net even anders te Ligt doen. Ligt daar niet de sleutel tot succes van echt ondernemerschap, onderscheidend vermogen? Ja, ik denk dat het wel meespeelt. Wij hebben toch vrij veel innovatieve dingen bij ons op het park intussen door de jaren heen ontwikkeld. Ja. Een aantal dingen zijn ook mislukt, dat hoort er ook bij. Ja. Maar dat geeft ook niet. Vertel daar eens iets over, of anders gaat dat te ver. Nee, helemaal niet. Nee. Want dat is ook geen geheim. Ik bedoel, als mensen ons park door de jaren heen gezien hebben, dan zien ze ook dingen weer verdwijnen. Nou, dingen die verdwijnen, dat zijn meestal de dingen die niet goed erop gezet zijn. Mm-hmm. Het voorbeeld is het Spellenhof. Wij hebben dat in het begin. En dat is wel leuk om even aan te geven. Om zeg maar een vergunning voor het buitenpark te kunnen krijgen, hebben wij in de tijd een spel moeten ontwikkelen van de overheid dat aansloot bij het begrip plattelandsvernieuwing. Ja. We zijn daar vrij druk mee geweest. We hebben een aantal mensen daarvoor ingehuurd die meegedacht hebben. En eigenlijk hadden wij van begin af aan niet echt het vertrouwen dat dat zeg maar de juiste inzet of insteek voor ons park was. Wij hebben daarnaast een aantal dingen bij bedacht. Dat was het verkeerspark, airtrampoline, snoekergolf en de boerenspeurtocht. En dat zijn de dingen die wel overgebleven zijn. Ja. En de Spellenhof zeg maar, die met, ja, het was toch een behoorlijke investering. En eigenlijk werkte gewoon niet. Ja. En we hebben een jaar of 4 geleden gezegd, we doen het weer uit. Dat verkeerspark is wel een groot succes volgens ja, mij. Ja, verkeerspark is Leg eens even uit voor de mensen die het niet kennen. Het is een autopark met trapauto's. Wij hebben altijd Ferraris, Porsches, dat soort dingen op dat verkeerspark gehad. Inmiddels hebben we dus allemaal nieuwe auto's. Die hebben we ook zelf weer laten ontwikkelen bij Mammutschelters. Ja. Dat heeft er ook weer mee te maken dat we zeg maar, met de vorige auto's heel veel onderhoud hadden. De nieuw ontwikkelde auto's hebben wij dus zelf zijn naar Mammut toe gegaan. We hebben gezegd, we willen nieuwe auto's. Maar dat en dat soort zaken, zeg maar, daar willen wij hebben dat naar gekeken wordt. Want dat zijn de verbeterpunten voor dat soort auto's. Nou, Mammut is een hele goede schelterbouwer. Ja. En die heeft daar een hele leuke auto voor ons ontwikkeld. Ja. Het systeem. Volgens mij zit er ook NEDA-technologie ja, in. Ja, daar wou ik net over beginnen. Inderdaad, het systeem zeg maar, van herkenning van de auto's, dat komt bij de NEDA weg. Ja. NEDA-technologie. En een goede bekende van mij, die heeft voor ons een heel programma geschreven. Zeg maar, wat alleen draait bij ons op het verkeerspark. Het is volledig automatisch. De kinderen komen zeg maar, het park binnen. Gooien een euro in de muntautomaat en fietsen dan, wat zijn fietsauto's, het park op en na 10 minuten wordt hun auto weer afgeroepen. We hebben dus, iedere auto heeft een nummer, maar ook een herkenning. Bijvoorbeeld de nummer 1, de tractor, nummer 2, het varken, op die manier. Ja. Dat kinderen ook een visueel beeld erbij hebben. Dus niet alleen een nummer, maar ook en de afbeelding. Maar dat hoor je ook als je het park binnenrijdt. Ja, dat hoor je inderdaad. Ja. Dat poortje gaat open en je hoort dan het varken, welkom. En ik denk, hoe kan dat toch? Dus dan ben daar een beetje dus op niet, onderzoek hebben wij het niet over de bestuurder als we praten over varken. Het gaat puur om die auto. Ja, nee, de afbeelding zit er bij jou. Nee, voor de duidelijkheid. Ja, ja. En na 10 minuten wordt dus weer op een nette manier afgeroepen dat hij het park mag verlaten. En dat gaat 2-3 keer over. En als ze echt niet horen, dan krijgen wij binnen een signaal. Gaat iemand van het personeel er naartoe. Ja. Om ze zeg maar alsnog even te zeggen, jongens,
de tijd is voorbij, dus even van het park af. Ja. Ja. En nou is het voor ondernemers ook heel belangrijk om te netwerken. Om niet alleen andere mensen tegen te komen, maar ook eens te horen hoe andere mensen het doen. Doe je dat ook wel eens aan? Ja, ja. Waar ga je dan naartoe? Nou, wij hebben een aantal beursbezoeken natuurlijk. Daarnaast ook veel, wij zijn dus aangesloten bij Tournet ook. Ja. Dat is een overkoepeld orgaan van recreatieparken. Dus, en wij gaan dus ook verschillende keren per jaar zeg maar, naar andere parken toe. Okay. De tuinen van Appeltern hebben we onlangs bezocht, Schutrijvaart in Utrecht. Binnenkort gaan we naar Sprookjeshof of zo, dacht ik. Nou, het was ook een beetje een bruggetje naar het volgende onderdeel, zal ik je eerlijk verklappen. Want we hebben in de Achterhoek natuurlijk veel netwerkbijeenkomsten, businessclubs, sponsorclubjes, noem maar op. En daar gaat onze camera altijd naartoe. En dat doen wij, en laten wij hier ook zien in de businessagenda. We laten dan eventjes kijken wat er nog allemaal meer te doen is de komende tijd in onze eigen regio. De businessagenda. VNO-NCW Achterhoek en AIW Ondernemersverband brengen op donderdag 8 maart een bedrijfsbezoek aan Staalkat International BV in Aalten. Gastheer en sprekers tijdens dit bezoek zijn directeur Patrick Herben en salesdirecteur Roland Harsink van Staalkat International BV. De aanvang is om 7 uur en leden kunnen zich aanmelden op www.vno-ncwmidden.nl via ledennet. ONZ Achterhoek Contour is donderdag 8 maart vanaf 19:30 in de Small Business Center in Bronckhorst. ONZ staat voor Ondernemend Netwerk Zelfstandigen. Te gast zijn wethouder Doreen Mulderijen en bedrijfscontactpersoon Peter van der Meulen van de gemeente Bronckhorst. Ook wordt medewerking verleend door de Kamer van Koophandel en SBC Bronckhorst. Meer info is te vinden op www.onz-achterhoek.nl. Mars Steunissen van het Nederlands Instituut voor Toegepaste Bezieling houdt op dinsdag 6 maart een workshop presenteren speechen met de titel Ik heb wat te zeggen. De workshop bestaat uit een korte inleiding, oefeningen en een persoonlijke coaching. De bijeenkomst begint om 8 uur in zalencentrum Careza de Kroon in Oud-Zevenaar. Aanmelden kan via www.nitb.nl. Ondernemers uit Doetinchem komen woensdag in de Veldhoen in Langerak bijeen voor de Open Borrel Doetinchem. Op elke laatste woensdag van de maand komen ondernemers bij elkaar om te luisteren en te kijken naar een korte presentatie en met elkaar te praten over het zaken doen. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. De aanvang is om 7 uur en meer informatie is te vinden op www.develdhoen.nl. Dat is over de businessagenda. Volgende week weer in. Kijk dan ook. Aan tafel nog steeds Robert Wassink van Megapret uit Lievelde. Ja. Robert, eventjes waterpret is ook een onderdeel van Megapret. Ik neem aan dat daar veel met water gespeeld wordt. Of misschien wel op elkaar geschoten wordt met water. Ja, inderdaad. Dat is een klein. In kort is dat inderdaad de juiste uitleg. Waarom hebben wij dat zeg maar ontwikkeld? Dat heeft te maken met het feit dat wij wel een buitenpark hebben. Maar toch nog steeds, wat ik in het begin al aangaf, het bezoekersaantal met goed weer zagen dalen. Ja. Dus we hebben besloten om zeg maar, iets met water te gaan doen. Maar wel op een dusdanige wijze dat, zeg maar, dat we geen zwembad creëren. Dus dat het veilig blijft voor alle kinderen. Ja. Dat is bij ons gewoon heel belangrijk. Kijk, de ouders die hebben er geen behoefte aan om constant zeg maar, het oog te houden op die kinderen van dat er maar niet wat gebeurt. Ja. Het is natuurlijk 100% veilig, krijg je het nooit. Maar het voordeel van dit systeem wat wij hebben, dat is een splashpark. En daar staan dus allerlei fonteinen en waterelementen op. Er spuit constant water uit. Maar het loopt op een vlakke vloer loopt het water af, of een aflopende vloer. En dat water loopt onder het hek loopt het weg. Daar wordt het weer opgevangen, wordt helemaal gezuiverd. En komt weer terug via een pompsysteem. Oké, okay. Maar dat is nog niet zo heel lang. Hè? Dus het is in feite ook in het kader van de toekomst. Wat gaan we nog meer aanbieden? Heb je daar nog meer voorbeelden van? Ja, nog heel even over dat waterpret zeg maar, terug. Dat hebben we helemaal zelf ontwikkeld. Samen met Lensing, zeg maar, constructiebedrijf bij ons in Lievelde. Okay. En ook samen met een bedrijf wat helemaal gespecialiseerd is in het zuiveren van water. Die drie heb ik eigenlijk met onszelf erbij zo bij elkaar gebracht. Ja. Daar hebben wij ook de keuring bij betrokken. En we zijn na 2 jaar zeg maar, met die ontwikkeling bezig geweest. We zijn er best een beetje trots op dat het hele systeem, het hele toestel eigenlijk ook volgens de Europese norm ook is goedgekeurd. Oké, nou, leuk om te horen dat je daar ook dus de rest van het Achterhoekse bedrijfsleven bij betrekt. Ja, omdat ik als bezoeker toch al heel snel denk van goh, dat kopen ze ergens in. Maar het is gewoon ook een Achterhoeks product. Ja, dat klopt. En dat is ook voor de roddelbaan. De meeste kinderen die weten dat. We zijn uniek met onze roddelbaan helemaal bovenin het toestel. Ja. De roddelbaan die was al zeg maar, bekend bij de speelleveranciers. Ik heb dus gezegd, ik wil dat ding bovenin en met bochten erin. En dat moet een spektakel geven.
En dat hebben wij dus samen met Lensing en met Verstappen. Met z'n drieën hebben wij zeg maar die baan op die wijze ook doorontwikkeld. Dat ook zo is geworden zoals het nu is. Oké. Okay. Ja. Nog heel even op de toekomst. Ja. Heb je nog nieuwe ideeën, andere ideeën? De nieuwe ideeën zijn nog vrij fris, maar we zijn er meer aan het voorbereiden. Dat we ook op het interactieve zeg maar wat meer willen gaan doen. Mm-hmm. Dus en hoe dat precies wordt, dat kan ik nog niet helemaal verklappen. De man die daarin mee gaat werken is weer dezelfde persoon als die zeg maar het verkeerspark bij ons heeft helpen ontwikkelen. En wij zijn dus bezig om een soort speurtocht en spel zeg maar te bedenken wat je over het hele park kunt gebruiken. Waar kinderen als het ware een eigen code of een eigen pasje krijgen met wat beeldschermen die we zeg maar her en der bijvoorbeeld op het park kunnen installeren. En daar zeg maar dus allerlei opdrachten aan verbinden die ze eigenlijk op het hele, door het hele park ook te gebruiken zeg maar, dat ook kunnen gaan oplossen. Maar hoe dat precies Zit daar ook dan een educatief element in? Ja, dat zit een beetje in de boerenspeurtocht zit daar ook al iets in, maar het is ook wel de bedoeling dat we dat daar ook in gaan verwerken. Ja. Want dat is ook wel iets waar je toch met schoolreisjes en zo ook toch wel wat extra publiek zeg maar zou kunnen motiveren om naar ons toe te komen. Precies. Ja. Want ik moet dan naar het volgende onderdeel. Ja. Misschien voor de mensen die kijken denken, goh, ik wil het toch eventjes op internet vinden. Jullie hebben ook een website? Ja. Dat is? www.megapret.nl. Makkelijker kan ja, niet, Ja, kan niet makkelijker. Nee, kan niet makkelijk. Nee. Zeg, blijf er nog even bij zitten, want wij gaan kijken naar de adviestip van Bons en Reuling Accountants en Belastingadviseurs. Helaas zijn auto's in Nederland relatief duur. Dit komt voor een belangrijk deel door de luxebelasting die wordt geheven bij de aanschaf van een nieuwe auto. Deze luxebelasting heet BPM en bedraagt al snel zo'n 30%. Deze belasting wordt geheven op het moment dat een auto op Nederlands kenteken wordt gezet. Indien u veel in het buitenland onderweg bent, kunt u onder voorwaarden een vrijstelling krijgen voor deze BPM. Het is dus zeker de moeite waard bij de aanschaf van de volgende auto te kijken of u voor zo'n vrijstelling in aanmerking komt. Kijk op bonsenreuling.nl of fiscaalblog.nl voor meer informatie. Dat was hem weer een aflevering van Business Update, het programma over bedrijven en ondernemers. En dit keer wel een hele bijzondere ondernemer, Robert Wassink van Megapret uit Lievelde, hier aan tafel. Als u nou een keer hier wilt zitten, kijk dan even op onze website focus.tv en wellicht zit u dan de volgende keer hier. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. En ik zeg tegen Robert, bedankt voor de komst naar de studio. Ja, dank u wel. Bedankt hè. Bedankt ook. Ja.